Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. We houden een klein beetje afstand nog steeds, hè? Bent u ook een van de naaisters hier van deze groep? De handwerkgroep is het. De handwerkgroep? De handwerkbrigade noemen ze we nu. Dat is een stoere naam. Hoe bent u erbij gekomen? Door de kerk, ja. Ja, we zijn hervormd geworden toen hier. En zodoende ben ik met Katrien in aanraking gekomen. En het heeft een grote vorm aangenomen, hè? Ja, eigenlijk wel. Een beetje te gek, hè? Heeft u enig idee hoeveel mondkapjes u gehandwerkt hebt? Nou, totaal voor allemaal. Ja? Ik denk over de 1000, hoor. Werkelijk. Ja, ik dacht wel 1500 of zo. Ja. En als ik dan kijk naar het bedrag, dat is zo fantastisch. Dat was er veel geweest in dan, hè? Ja, nou. Ja. En nu is het nu afgelopen? Nee, het gaat wel door nog, hoor. Vanmorgen hebben ze nog op de markt gestaan. Dus. En dan iedere keer worden ze ook nog verkocht? Ja, iedere keer worden ze nog verkocht. Vanmorgen heeft er eentje €50 gegeven voor één mondkapje. Nou, dat zijn mooi. Word je blij van, hè? Ja, voor het goede doel dan. Ja. En het goede doel, dat is Bernadette, neem ik aan. Ja, en ook de helft voor de kerk. Ja, precies. Dus, ja. Nou, hartelijk dank alvast en zet hem op nog verder. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik hier goed bij de naaiclub? Ja. Ja? De handwerk. Ja, de handdraad. Ja, de mensen zijn te goed. Dat is mooi. Ja. Nou, ik zal mijn mondkapje even laten zakken. Ja. Dan ben ik wat beter te verstaan, geloof ik. Fijn dat ik hier eventjes aan mag schuiven op dit gezellige feestje. Kan het allemaal net in coronatijd? Met allemaal lekker safe met elkaar. Goed zo. Nou, mooi. En ook de familie van Katrien erbij. Opgetrommeld. Ja, die staat er bij, ja. Ja. Want het is natuurlijk, je moet wel een beetje doof en blind zijn. Hij geen krant kan lezen of geen last kan volgen. En je weet wel wat er aan de hand is in deze tijd. Het is de coronatijd. En alles gaat gelukkig beter en we worden weer soepeler. Maar we zijn natuurlijk wel met z'n allen jaar heel opgesloten gezeten. En we waren van allemaal dingen afhankelijk. En dan zie je zo in één keer hoe een dorp sterk kan zijn. En dan zie je ook weer hoe zo'n club met naaisters sterk kan zijn. En dan zie je Katrien, die altijd weer initiatief neemt, waar dan ook. Die dan denken, nou, die is wel een keertje klaar, die houdt wel een keer op. Maar Katrien, zolang ze de gezondheid heeft en de ideeën houdt, blijft ze doorgaan. Ja. En is dat toch de motor van jullie club. Dank je. Ja, en dat is denk ik al de dames die achter je staan, staan letterlijk achter je. Want het wordt zo vaak samen met zoveel mensen gedaan. En dat gaat al jaren door. Dat is niet alleen in coronatijd. Dat is al een hele lange tijd aan de gang. Dat is al heel lang. En dat is ook de reden dat je net natuurlijk bent onderscheiden met die prachtige oorkonde. Ja. Dat je de handwerkbrigade, de gouden draad. Ja, er was nog discussie, moest het de oude draad wezen? Nee, of de gouden draad, wat? Dat betekent oude stafjes. Oude stafjes. Ik moest natuurlijk niet aan de leeftijd van de brigade denken. Want daar is jong en oud welkom. Dat is waar. En wat ook zo mooi is, dat is ook uit ontstaan uit de hervormde gemeente, maar iedereen mag meedoen. Ja. En iedereen doet ook mee. Ja. Dat is ook weer zoiets moois, wat als jullie dan met elkaar de handen in elkaar slaan. Ja. En dan vervolgens niet alleen mooie dingen maken, denk maar aan die prachtige stropdas natuurlijk. Ja. Bedankt, hè. Geweldig. En dat mondkapje. Maar dat ook altijd. Nooit, het is niet voor Katrien, het is niet voor de anderen om hen heen, het is altijd voor een goed doel. De kerk, weeskinderen, waar ze ook zijn, maakt niet uit, daar brengen we het geld voor bij elkaar en dat wordt op deze manier weer doorgegeven aan mensen die het moeilijk hebben. Nou, Katrien, een lang verhaal.
Ja, maar wel een mooi verhaal. Een mooi verhaal. We zijn er echt trots op dat jij de gaven die je gekregen hebt, dat je die zo inzet om voor de mensen om je heen, binnen de kerkelijke gemeente, daarbuiten, voor de mensen om je heen en degenen die achter je staan. Dat je dat op die manier al zo lang doet en nu met corona, niet verslappen, maar de handwerkbrigade, de strijd tegen de coronavirus, ook aangegaan bent. Wij hebben als gemeente hebben we een jury. En daar zeggen we van, zijn er mensen in het dorp die om bepaalde redenen in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding? En een van de juryleden heb ik gezien hier aanwezig, Willeke de Graaf Duist, staat hier bij me. En die jury die heeft volmondig gezegd, ja college van BMW, ja burgemeester. Als er één de pluim van de gemeente Bunschoten verdient, dan is dat Katrien Vedder. Van harte. Ik wil hem graag overhandigen. Ik zal het doosje even openmaken, dan zien we waar die uit bestaat. Want het is breekbaar, dus ik moet ook wel even uitkijken. Nou, ik dacht dat dit de onderkant was, maar dat is de bovenkant, zie je maar weer. Ik heb geleerd dat je hem wel aan de voet vast mag pakken, maar niet aan het... aan de kop. Kijk, dit is de pluim. En daar zit een echte veer in glas gebrand, dus die zit er echt helemaal in. En is uitgereikt aan Katrien Vedder, 27 juni 2020. Daar staat het. Mag ik hem geven? Dank u wel. Daar geef ik ook een hand bij. We zeggen geen naam, we doen dat even zonder de foto erbij. Nou, dat is de jury van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dat is even een uitzondering. Heel erg leuk. Een uitzondering op. Ik heb er geen woorden voor. Nou. En voordat ik weg ga, krijg je er ook nog een envelop met inhoud bij. Want die hoort daar ook bij. Bij de plek. Namens het gemeentebestuur. Dank u. Ja? Dank u allemaal. Goed gedaan. Katrien Vres van de pers, reageer eens op dit geweldige feit. Ik heb daar geen woorden voor. Dat had ik nooit verwacht. Maar ik hoorde net achter me, dat is bijzonder als ze geen woorden heeft. Nee, ja, dit is zoiets speciaal, dat had ik nooit verrekend. Nee. Dat vind ik heel ontzettend leuk. Ik zou er haast om huilen. Ja, nou, doe maar gerust een traantje, dat geeft niet. Je hebt toch zo ook echt je best gedaan? Dat is waar. Dus. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, Solita, die had een voorbeeld, ik kwam ze mee en toen zei ze, kijk eens, ik zei, dat is leuk. En toen de krant, de AD, ja, toen gingen door het hele land heen. Ze zijn naar Amerika, naar Italië, Engeland, overal heen gegaan. En wees nou eens een beetje eerlijk, hoe trots ben je? Nou, ik ben er wel trots op, waar is waar. Ja, dus, ja. Maar met mijn medewerkers, hè? Anders dan had ik het niet gekund. Nee. Dat moet ik echt zeggen. En Johanna van der Vlist ook echt naaste medewerkers zijn dat. Ja? Ja, fantastisch. Maar hoe ben je aan deze medewerkers gekomen? Nou, ik nam er altijd voor Benedette. Dus. Ja. En ook voor Orheil, voor de koe, want die krijgen ook nog geld. Want dat doe ik ook altijd. Dus, ja. Maar had je erop durven rekenen dat je zoveel geld bij elkaar zou sparen? Nee, dat hadden we nooit op. Maar geen van allen hoor. Nee. Dat het echt zo. Het is gewoon uit de hand gelopen. En nog hoor. Ja. Wat nog? Heb je ook wel gedacht van, dit kan niet meer? Nee, dat heb ik niet gedaan, want ik vind het alleen maar leuk dat het doorging. En wat is er vanmorgen gebeurd? Je zei, het gaat nog door. Vanmorgen stonden ze weer op de markt, dat doelde ik dan niet. Ik heb direct gezegd, er was er één en die zegt, ik wil op de markt staan. Ik zei, daar bemoei ik me niet mee. Ik zei, willen alles regelen, maar gaat er niet heen. Nee. Dus, en ze staan er nog. En gaan dan steeds heel goed. Ja, vanmorgen was er een mooi fooitje bij. Ja, ja. Ook nog. Ja. Ja, zo mooi, dus mensen gunnen het ook. Ja. En dan zeggen ze 50 euro voor Bernadette. En dat vind ik dan ook heel leuk. Want de eerste keer kwam er ook al een meneer bij me aan de deur. En die zei tegen me, ja, ik wil een mondkapje. Die gaan met 20 euro, maar de rest is voor het goede doel. Want ik heb zelf geen kinderen. Maar ik doe heel veel voor kinderen. Of die van een wijk kwam, weet ik niet, maar... Ja, maar hoe blij word je daarvan, ja, hè? Ja, echt. Dat was zo de eerste dag al. Ja. Dus, ja. Stimulans. Ja, echt hoor. Maar kijk eens, zo'n mooie prijs. Ja. Ja, dat vind ik ontzettend. Ja. Ja. Willeke, jij bent van de commissie, hè? De commissie die uitmaakt welke pluimen er komen.
Ben jij de schuldige? Nee, ik had een tip gekregen en dan kun je actie ondernemen. Dan kan je contact opnemen met het bestuurssecretariaat en zeggen dit en dat is aan de hand. En die mevrouw die positioneert zich heel positief voor de gemeenschap en voor de gemeente. En dan gaat het balletje rollen en uiteindelijk krijgt ze dan de pluim. En ze is zo gelukkig. Ja. Ja, ze wist er helemaal niks van. Ja, en de familie ook niet. Dus dat is ook de bedoeling. En mag je verklappen waar de tip vandaan kwam? Nee, dat zeg ik niet. Dat zegt ze niet. Nee, nou, Katrien, dus het blijft een verrassing. Geniet ervan. Ik geniet er heel erg van. Ja, dankjewel. Burgemeester, een pluim uitreiken, dat is altijd leuk. Maar hoe kijkt u naar een dame als Katrien? Ja, een dame als Katrien, daar zou mensen van zeggen, die heeft al lang een pluim gehad. Soms moet het zo lang duren. Hè? Maar het is gewoon zo, het zijn stillen in de landen. Hè? Die doen de werk in stilte, altijd bezig met groepjes. En op een gegeven moment weinig naar buiten treden. Ja, je weet wel, er is zo vrijwilligerswerk in onze gemeente. Wat gebeurt ten bate van de naasten? En kwam eigenlijk het door dat ze juist met coronatijd, dat je zoveel initiatieven ziet. En dat hij met de handwerkbrigade nou ook op die trein sprong. Hè? Ja. En die zegt van, nou, we gaan mondkapjes maken. En er zijn er al wel 1200 verkocht. En die lopen ze gaan tot in Meander toe. Dus hartstikke mooi dat dit gedaan wordt. En dat ze dan ook de Spakenburgse traditie erin gooien in de stoffen. Dus dat was voor de jury volgens mij geen lang beraad. Want we kregen al heel snel terug. En naar het gemeentehuis toe, de aanvraag was naar de jury gegaan. Ja, zeker. Dus ik was hartstikke blij om hier vandaag die pluim te mogen uitreiken. Een trotse burgemeester. Ja, trots op onze dorp en op onze inwoners en zeker ook op Katrien Vedder. Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een geheel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat de LOS. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De LOS, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.